Daar ben ik weer. Ik heb weer sneakers besteld. Dit keer zijn het weer Yeezy's. Deze keer waren het de Yeezy Rail. Ik heb het besteld. Deze heb ik gewoon in de winkel kunnen kopen. Het gaat hier om de officiële benaming vanuit Adidas is Yeezy Starter. Nieuwe Yeezy 350 Boost. Net als alle andere colorways is het gewoon weer hetzelfde model. Echt een voordeel van dit model is, deze schoenen lopen zo lekker dat je ze altijd aan wilt trekken. En dan is het juist handig als je meerdere kleuren kan hebben. Alleen nu heb ik nu deze besteld. Niet mijn maat, alleen ik heb ze wel gewonnen in de winkel. Niet mijn maat, maar er zijn gewoon te veel colorways gekomen. En dit is ja super mooi om deze video voor jullie te kunnen maken. Maar dit is toch net iets te voor mijzelf. Dus zijn niet, ze worden niet persoonlijk door mij gedragen. Maar ja, wel door iemand anders. Maar ja, deze kleur. Gewoon nogmaals, het model is gewoon super chill. Het is misschien wel een van de sneakers die het lekkerst loopt om. Ik kan ze gewoon ook elke dag aantrekken alleen. Het voordeel ervan is dat ze zo lekker lopen dat je het liefst wil dat ze bij elk outfit passen. Dus met alle colorways die nu uitkomen in 2000, of die zijn uitgekomen in 2019, heb je in principe voor elke outfit tegenwoordig wel een kleur Yeezy 350 beschikbaar. Alleen deze kleur is gewoon net iets te, maar hij is ook gewoon niet zo hyped als andere colorways. Natuurlijk komen volgende week ook de Yeezy's uit. Dat is wel weer een donkere colorway met als basiskleur zwart. En dus die zou weer meer hype zijn dan deze. Maar ja, ik weet eigenlijk niet zoveel wat ik ervan moet zeggen. Het is weer gewoon een Yeezy colorway. Hij is gewoon super flu. Ja, hoe moet ik het zeggen? Super aanwezig. Ze hebben iets weg van de Glow in the Dark. Alleen dit is niet de Glow in the Dark Soul. In ieder geval, hij geeft geen licht. Deze was €220. De Glow in the Dark kostte €250. Omdat hij in die €30 meer premium die je betaalde, zat er iets verwerkt dat het een Glow in the Dark Soul was. Alleen, het zijn ook niet de reflectives die komen nog uit. Of die moeten nog uitkomen. Als ik het goed heb. Het is nu zaterdag. Ik heb ze zaterdag dus ook gekocht. Dus als het goed is, komen ze maandag of dinsdag uit mijn hoofd. Dat weet ik niet. Hoe ze uitkomen en waar ze uitkomen, weet ik ook niet. Het enige wat ik weet is van, ze komen ook nog in de reflective paar uit. En dan de reflective paar meer hyped is dan de normale paar. Als je die zou kunnen krijgen, dan is het wat leuker. Vooral in de avonduren. Maar ik denk dat je overdag niet super veel verschil ziet met de reflectives. Maar ja, nogmaals, wat dingen van dichtbij. En ik moet wel eerlijk zeggen, 2019 zijn er zoveel colorways uitgekomen. Volgens mij zijn we dit jaar begonnen met de Region Exclusive, met de Trueforms, Clays en de Hyperspace. Daarna zijn we volgens mij gekomen met de Yeezy Blacks 350. Daarna zijn we volgens mij gekomen met de andere Exclusive, de Antillia's, de Synth en Landmarks. Daarna zijn we, met welke zijn we daarna gekomen? Met nog een aantal colorways. En ik denk, ja, namelijk Cloud White en de Citrinx. En ik denk dat qua colorways de Blacks persoonlijk op nummer 1 staan. Cloud White persoonlijk op nummer 2. Nummer 3, ja, veel meer schoenen kunnen daarop komen. Alleen, ik denk dat deze echt nummer laat staan van alle colorways die hier tot nu toe zijn uitgekomen in 2019 van het 350 model. Dus ik hoop dat jullie hier iets aan hadden. Jullie krijgen hierna nog betere foto's te zien. Persoonlijk, je moet hier echt van houden. Maar dit wordt niet een alledaagse schoen als de 350 Blacks die ik super vaak draag. Ik heb ook de Beluga's, draag ik ook nog super vaak. Ik heb ook nog de Clays, draag ik ook vaak. Minder vaak omdat het best wel een aanwezige kleur is. Dus die moet, vind ik persoonlijk wel een beetje bij je outfit passen. Als je een mooie jas daarvoor hebt, kan je hem natuurlijk elke dag al makkelijker aantrekken. Of een pet die erbij past. Maar ja, toch iets moeilijker en denk dat je deze of
je wilt zelf heel graag opvallen of het wordt gewoon moeilijk om ze te dragen. Maar bedankt voor het kijken. Ik ben snel terug met nog een filmpje voor jullie. En abonneer en like.